Welkom op KFC ITV. De voltallige KFC ITV redactie nam zondagmiddag vrij af, dus geen verslag van het eerste elftal. Wij tonen u wel een verslag van de NU17 tegen Zwevenhem, maar we gaan eerst op zoek naar het KFC ITV beeld van de maand september. Na meer dan 5 seizoenen verliet trainer Peter De Vos op 2 september voor het laatst het Isehemse terrein na de zware nederlaag tegen Ronsen. Op de openingsspeeldag van de jeugdcompetitie speelde de NU14 2-2 gelijk tegen Ooskamp. Dit mede dankzij een schitterende redding van de Isehemse doelman in blessuretijd. Isehem, voor het eerst onder trainer De Kenne, wint verrassend op het veld van Boom hun eerste 3 punten. De topper tussen NU12 en Ipper begon met een ingestudeerd nummertje van Ipper, die werd afgestraft met een KFCI-doelpunt. Onze NU12 behaalde het maximum van de punten in september. De NU11 had gewonnen spel toen het in de slotminuut op voorsprong kwam tegen Wielsbeke. De bezoekers mochten nog aftrappen en scoorden de gelijkmaker met een schot van zeer grote afstand. Sensatie tijdens de gewonnen wedstrijd van Isehem op het terrein van Deense. De scheidsrechter fluit onterecht voor een terugspeelbal op de tackle van Vervaak. Toen Deense deze wou geven, floot de scheids dan voor een fout van Deense. Tegen het bescheiden West-Rozebeke kwam onze gewestelijke U15-ploeg op achterstand. Het miste een race aan kansen, maar konden in de slotfase alsnog met afstand winnen. De U15 wonnen al hun wedstrijden in september. Onze laatstejaars Duiveltjes van de U9 wonnen met 7-0 van de premiumen van Menen. De zee had nog ruimer gekund, waren het niet dat het tot liefst 6 maal de paal of lat trof. Wat is het KFC ITV beeld van de maand september? Maak je keuze op de Facebookpagina van KFC Isehem. Nationale U17 ploeg. De tegenstander vandaag was Zwevenhem Sport. Deze begon de competitie met een 6 op 15, kort gevolgd door Isehem met 4 op 15. De eerste opwinding in deze wedstrijd kwam er van Isehem met een vrije trap, waar de doelman zich eerst miskijkt, maar niemand is gevolgd. Zwevenhem met een gekraakt schot naast het doel. Er viel in het eerste kwartier weinig te beleven. De doelman plukt hier een voorzet en een poging tot tegenaanval wordt prima verdedigd door Isehem. Het blijft zoeken naar doelrijpe kansen en Zwevenhem probeert het
met doelpogingen van op afstand. We zijn halfweg de eerste helft. En Isahem komt opeens in een 3 tegen 2 situatie. De eerste doelpoging wordt nog gered, maar Stijn Verschuren mist niet voor open doel. Het efficiëntere Isahem komt op een 1-0 voorsprong. De voorsprong brengt vertrouwen bij Isahem, dat beter begint te voetballen. Een schot van op de 16, in twee tijden gered door de doelman. We zijn nauwelijks een tweetal minuten na het doelpunt, tegenaanval Isahem. En de scheidsrechter fluit voor een Isahemse strafschop. We bekijken de herhaling. We zien de Zwevenhemse speler inderdaad een hand in de rug zetten van de aanvaller die gemakkelijk neerhaalt. Het is Niels Kazier die Isahem op 2-0 brengt. Isahem is nu de betere ploeg. Het zet druk op de bezoekende doelman die in de fout gaat, maar zich kan herstellen. Zwevenhem probeert iets terug te doen, het scoort, maar afgefloten voor buitenspel. Er volgen nog wat schoten van op afstand, maar Isahem komt nooit in de problemen en haalt rusten met een 2-0 voorsprong. De geschorste trainer Trevor de Meijer, die de wedstrijd moet volgen langs de zijlijn, kan met een tevreden gevoel naar de kleedkamer trekken. De bezoekers begonnen de tweede helft in versnelling hoger en het kon dan ook meteen dreigen. Een goede voorzet, al even knap uitverdedigd. Het begin van de tweede helft was leuk om volgen, nu was het Isahem die kon dreigen. Een voorzet in hoekschop verwerkt. Deze wordt moeilijk weggewerkt, er volgt een schot die afgeweerd wordt met de rug. Als de bal dan toch weggeraakt, komt Zwevenhem opeens alleen voor de doelman. De afwerking blijft achterwege. Isahem met de tegenaanval, maar het duurt allemaal net iets te lang. Opnieuw Zwevenhem nu. De wedstrijd gaat goed op en neer. En een harde knal op de lat. Vrije trap Isahem. Er volgt nog een doelpoging. Gered door de doelman. Isahem begon zich steeds meer te beperken tot het verdedigen van de voorsprong. Het leunde steeds meer achterover en er kwamen kansen voor de bezoekers. Vrije trap, voorlangs. Isahem komt nu niet meer van één helft. Het is Zwevenhem die nu het spel dicteert, een shot naast het doel. Doelman Matthijs Ruijaard moet nog eens flink tussenkomen. Nog eens Isahem met een stevige kopbal. Toch moet het een tegendoelpunt toestaan. Op een vrije trap lost Ruijaard de bal. En Zwevenhem
komt op 2-1. Nog een goede 5 minuten te spelen. Voorzet. En de gelijkmaker is meteen een feit. Het wordt pompen of verzuipen voor Isahem om alsnog een gelijkspel binnen te halen. Isahem probeert het nog met een schotje. Toch zijn het de bezoekers die voor de meeste dreiging zorgen. Bibberen voor een vrije trap in de laatste minuut. De kopbal wordt tegen de rug gekopt van een Isahemse verdediger. En de laatste hoekschop wordt overgekopt. Eindstand 2-2. Uiteraard ontgoocheling bij Isahem die een 2-0 voorsprong uit handen haven. De eindcijfers zijn echter de juiste weergave van het spelbeeld. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.